Hi, ik ben Devika Partiman van Stem op een Vrouw. Mijn naam is Martijn Lakenmeijer, ik ben acteur. Mijn naam is Madeleine van Nieuwenhuizen, ik ben rechtshistoricus en mediacriticus. Mijn naam is Ruben van der Meer, ik ben acteur en ik teken de petitie. Voor jongeren kan klimaatactie niet langer worden uitgesteld. Jongeren Meer Actief, JMA, en de politiek van de toekomst willen dat de komende verkiezingen gaan over Nederland klimaatneutraal in 2035. While we love to make our homes and lives greener, fill them with plants and feel really good, it's important to stand up for our green home. Ik steun dit manifest, omdat ik me enorm zorgen maak over de opwarming van de aarde, de oceanen, het verlies aan diersoorten en natuur, de enorme klimaatverandering waar we mee te maken hebben. En ik teken dit manifest omdat ik vind dat het belangrijk is dat het klimaatbeleid bovenaan het prioriteitenlijstje komt te staan van de regering. Niet alleen om de natuur te redden, maar eigenlijk gewoon onszelf. En daar hebben we de natuur voor nodig. Het is niet voor niets moeder natuur. En we kunnen niet zonder haar. En het wordt tijd voor actie in de taxi. Het is tijd dat de vervuiler betaalt. Jij tekent toch ook voor je toekomst?